Talent Centraal gaat over wie jij bent en wat bij jou past. We onderzoeken wat je kunt en wat je talenten zijn. Een voorbeeld hiervan is Britt en die gaat je nu wat meer vertellen. Mijn naam is Britt Westheim en ik studeer in mijn tweede jaar waterbouwkunde aan de RWTH in Aken. Vaker word ik naar mijn studie gevraagd en reageren mensen dan vreemd. Want mensen die technische studie doen, zoals waterbouwkunde hier in de regio, kom je niet vaak tegen. Daarbij hebben technische studies een vrij negatief beeld en dat had ik er zelf eerst ook van. Omdat het leek me niet leuk om in een mannenwereld te werken en daarbij kreeg ik vaak een saaie indruk van de meeste studies. Ik heb dus ook heel erg veel studiekeuzetests moeten afleggen eerder dat ik een idee had van wat bij mij zou passen. In de vijfde klas heb ik een persoonlijkheidsanalyse moeten maken. En op basis van de uitkomsten daarvan werd ik geselecteerd voor het Talent Centraal. Mijn lichting was een vrij kleine groep, dus daarom vind ik het nou heel erg leuk om te horen dat er ook meerdere mensen de kans krijgen om een stage te volgen bij een bedrijf. Samen met twee anderen heb ik stage gelopen bij het bedrijf Kofli, wat nu bekend staat als Engie. Onze opdracht was om een oud pand te verbouwen en duurzamer te maken. Wij werden hierbij geholpen door een student. Wat eigenlijk al fijn was, omdat je dan niet meteen in het diepe gegooid wordt. Dus als je vragen had of je hing vast, dan kon je nog hulp zoeken bij die student. Tijdens deze tijd heb ik wel het bedrijfsleven goed kunnen meemaken. En ook een beter inzicht gekregen in wat ik nu wel en niet leuk vind. Voor mij was het dus duidelijk dat ik niks wou gaan doen met duurzaamheid, want dat sprak me niet zo heel erg aan. Toen heb ik nog eens kritisch gekeken naar welke vakken ik nu wel heel erg leuk vond en welke mij vrij goed afgingen. En op basis daarvan heb ik de keuze gemaakt voor werktuigbouwkunde. Het Talent Centraal heeft voor mij een hele belangrijke rol gespeeld in mijn studiekeuze. Omdat ik mezelf beter heb leren kennen en nu ook de juiste studiekeuze heb gemaakt. Om dat alles te bereiken hebben we een aantal prachtige en innovatieve bedrijven in de regio bereid gevonden om met ons samen te werken. En dat leidt soms tot mooie, verrassende resultaten, zoals Quint je nu zal vertellen. Mijn naam is Quint Koolwijner en op het moment studeer ik biochemie en biotechnologie in Leuven. Ik heb meegedaan aan het Talent Centraal en dat heeft met mij eigenlijk een heel groot netwerk van meerdere bedrijven opgeleverd, waar ik alleen maar voordelen uit weet te halen. Het begon eigenlijk bij mijn stage in Maastricht. En daar heb ik voor het eerst kennis gemaakt met studenten aan de RWTH in Aken. En die hebben mij gewoon extreem veel al geholpen in eerste instantie. En dat heeft er eigenlijk ook ervoor gezorgd dat ik meer betrokken raak met wat mijn studie inhoudt. Wat ik misschien later ga doen. Na de stage ben ik ook meerdere malen terug geweest bij het bedrijf waar ik stage heb gelopen. Bijvoorbeeld voor hulp met mijn PWS, maar ook gewoon om eventjes langs te komen om te kijken hoe het gaat. En op een moment dat ik daar langs ben geweest, heb ik kennis gemaakt met een bedrijf in Zweden. Dus vanuit Heerlen ga ik naar Maastricht en ga ik naar Zweden. En dat bedrijf dat heeft mij toen nog eens verder geholpen met mijn PWS. En dat is alleen maar geweest omdat er één stagiair bij het bedrijf in Maastricht was die zei: hey, ik ken iemand in Zweden en misschien is het leuk als ik je in contact breng met hem. En het heeft zoveel voordeel op mij gehad en zoveel toevoeging gegeven aan mijn PWS. Ja, ik kan daar niks anders over zeggen. Het heeft ook nog eens stageplaats voor mij opgeleverd. Als ik ooit een stage nodig heb in mijn studie, kan ik dat in Maastricht doen. Kan ik dat in Zweden doen. Dus er blijft alleen maar meer en meer bijkomen. En het leuke is, het is niet alleen maar zakelijk waarmee je contact hebt met die bedrijven. Je leert elkaar kennen, je hebt dezelfde interesses, wat dan een heel goed voordeel is. En daarom wordt het niet alleen zakelijk, maar ook vriendschappelijk. En juist door die vriendschappelijke factor geeft het je heel veel motivatie in je studie. Krijg je meer zin om door te studeren, waardoor je, of juist omdat je weet waar je later naartoe gaat werken. Wil je graag ervaren wie je bent en wat bij je past? Dan zien we je graag terug in het Talent Centraal.